Hallo, ik ben Frank Schuttert. Ik ben pas 20 jaar geworden en dit is eigenlijk mijn eerste jaar in het Rabo Talententeam. Ik heb een goed jaar tot nu toe achter de rug. Het is begonnen eigenlijk in Amsterdam, waar ik de grote prijs won. Ik denk dat dankzij die overwinning ben ik ook in het Rabo Talententeam terechtgekomen. Zoals ik net al zei, is het mijn eerste jaar. Vervolgens heb ik goede resultaten kunnen behalen bij de senioren. Zoals de tweede, ik was tweede in de grote prijs van La Bol, waar we ook de landenwedstrijd wonnen. Landenwedstrijd van Alain en Gijon, waar ik ook vierde werd in de grote prijs. En toch voor mij denk ik wel het hoogtepunt was toch wel de Europese titel bij de jongrijders. Ik denk dat ik Rabo talent van het jaar moet worden, omdat ik bij de senioren goede resultaten heb gehaald afgelopen jaar. Waardoor ik ook in het Olympisch kader ben geraakt. En dat betekent automatisch dat ik volgend jaar niet meer in het Rabo talententeam zit. En ik hoop dat ik dit ene jaar dan kan afsluiten met de titel Rabo talent van het jaar.